Voorzitter, een stal met 1 miljoen kippen met een geautomatiseerd voer- en klimaatsysteem. Toegegeven, het is nog niet de megastal die Nederlanders bouwen in Oekraïne met 35 miljoen kippen. Met steun ook van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het kan altijd nog erger, maar wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Voorzitter, de Nederlandse stallen met 1 miljoen dieren is een nieuwe vorm van industrie op het platteland. De manager zou misschien nog een boerenzoon kunnen zijn uit de regio. En de 4, misschien 5 medewerkers uit het voormalig Oostblok lopen verdwaasd rond om de geautomatiseerde systemen te controleren en dode en zieke kippen op te rapen. In het gunstigste geval wordt de kipfilet per pakje nog 2 cent goedkoper. Is dat de manier, voorzitter, waarop de staatssecretaris dieren in toenemende mate wil houden? Ik ken maar weinig boeren en burgers die warm lopen voor zo'n toekomstbeeld. En toch geeft deze staatssecretaris deze ontwikkeling alle ruimte. Het is geen verplichting uit het regeerakkoord. Het staat niet in het PvdA-partijprogramma. Ze is het aan niemand verplicht. En toch is ze van plan het alle ruimte te geven. Je woont in Vlagtwedde, je kijkt 's morgens uit het raam en je maakt je zorgen of je de volgend jaar de koeien nog ziet rondlopen. Of dat je horizon vervuild is met varkensfabrieken en kippenfabrieken. Je buurvrouw kan haar was niet meer buiten hangen. En ramen open doen zit er sowieso al niet in vanwege de stank. En je zoon met astma beleeft het platteland letterlijk als verstikkend. In de omgeving van megastallen is het af- en aanrijden van vrachtwagens met voer, mest en slachtdieren op de plattelandswegen. Dat is het dagelijks beeld. Kleine gezinsbedrijven worden kapot geconcurreerd door de oprukkende schaalvergroting. Nu al stoppen 7 boeren per dag. En is de leegstand van agrarisch onroerend goed in 2030 groter dan die van kantoren en winkels. Voorzitter, deze zomer bleek uit onderzoek van Ipsos dat 57% van de Nederlanders tegen schaalvergroting in de landbouw is en slechts 14% voor. In de 3 jaar na het maatschappelijk debat over de megastallen is er absoluut geen draagvlak ontstaan voor de schaalvergroting in de veehouderij. Voorzitter, waarom maakte de staatssecretaris vorig jaar een megadraai door de deur wijd open te zetten voor de komst van megastallen? Waarom de landelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier over de schutting gooien bij provincies en gemeenten? Waarom legt de staatssecretaris de eerste steen voor nieuwe megastallen? De landelijke overheid zou toch het voortouw moeten nemen, omdat we spreken over een landelijke systeemcrisis in onze veehouderij en in onze voedselvoorziening. Kamerlid Dijksma benadrukte in haar moties bij herhaling dat het van nationaal belang was om mensen te beschermen tegen de komst van megastallen. Fractievoorzitter Mark Rutte van de VVD uitte in 2009 zijn afschuw over het stapelen van varkens op een mensonwaardige manier. Zelfs de fractieleider van het CDA gaf vorige week in de Volkskrant aan van het huidige voedselsysteem af te willen en pleitte voor een systeem van zelfvoorziening. En ambtsvoorganger Bleker maakte zich drukker over de ethiek van megastallen dan wat we nu van deze staatssecretaris zien. Ik citeer: de reden om een grens te stellen is niet dat grootschalige bedrijven niet aan eisen voor milieu, dierenwelzijn en ruimtelijke inpassing kunnen voldoen. Maar alles wat kan, is niet bij voorbaat gewenst. De vraag is of je in Nederland een geïndustrialiseerde vorm van veehouderij wilt. Aldus Bleker. Voorzitter, dat vraagt om een verantwoording van deze staatssecretaris. Voorzitter, kan ik binnenkort deze steen aan haar overhandigen als de eerste steen bij de bouw van megastallen? Of voorzitter, wordt deze steen een grenssteen? Tot hier en niet verder. In Zomeren, voorzitter, wonen er 18.793 mensen. En wonen en worden 2,5 miljoen landbouwdieren opgesloten in stallen. In Leudal wonen 36.232 mensen en maar liefst 3 miljoen dieren. Dat is toch van de gekke, voorzitter? Voorzitter, als de staatssecretaris vasthoudt aan haar beleidsvoornemens, zal haar naam voor altijd verbonden blijven met de megamorfose van het Nederlandse platteland. En dat zou je,
om meer dan één reden niet moeten willen. Dank u wel. Perfect binnen uw tijd. Dank u wel. Ik zal deze steen overhandigen aan de minister, aan de staatssecretaris. Nou, de bode zal hem in ontvangst nemen. Oké. Okay. We zullen hem niet toevoegen aan de handeling, want daar is hij iets te zwaar voor. Het ligt iets te zwaar op de maag. Maar hij is in goede handen. Fijn dat ik het niet per post hoef te doen. Ja. Dank u wel. De heer Klaver.